die zijn zo. Er is een stuk van de Franse francofonie, dat zijn kolonisten die willen Brussel groter maken. Het vaderland moet groter zijn. Er is geen vrede meer als je niet zegt stop. Daar is geen orde en rust mee te bereiken met die mensen. Het is altijd zo dat het begint. Hij waarschuwt voor het nieuw BHV-akkoord dat volgens hem een gemiste kans is. Jan Verhoeken, ondertussen 96, is CVP-parlementslid geweest, fractieleider, burgemeester van Oudenaarde en Europarlementslid. Begin jaren 50 kreeg hij de opdracht om uit te zoeken waar de toekomstige taalgrens moet liggen. Hij heeft nog een kopie van zijn uiteindelijke originele schets. Het is toch de meest normale zaak van de eenvoudig voor de mensen, voor al de besturen boven hen, dat ze daar geen problemen hebben. Het is eenvoudig voor de administratie. Er zijn een paar moeilijke punten waar die gecompliceerde, Ronse, Moeskroen, met in gevolge een geschiedenis waar een systeem ad hoc moest gevonden worden. Maar als je dan verder gaat, in het zuiden van Oost-Vlaanderen, in West-Vlaanderen, van Avelhem tot Heerasbergen, ik kende dat van buiten leg mijn broekzak. Hij kende de taalsituatie als uit zijn broekzak na alle taalgrensdorpen te hebben bezocht. Dat veldwerk is zelfs 60 jaar geleden. We doen het nu nog eens opnieuw. Verhoeken kiest voor Kluisberg in Oost-Vlaanderen. Wat aan de ene kant van de heuvel ligt, werd Nederlandstalig. Aan de andere kant, daar tekende hij voor Franstalig. Wees dat ook nog Vlaanderen, maar in ieder geval, het eerste huis dat het tegenkomt is Wallonië. Dus dan zitten we meteen in Wallonië. Ja. En hoe zit dat dan eigenlijk? Ligt Ginder, waar ligt Wallonië, waar ligt Vlaanderen? We staan nu op de top van die heuvel. Waar dadelijk Wallonië? We zijn hier pal op zijn taalgrens. Het duurde nog 10 jaar vooraleer die werd gestemd, vandaag 50 jaar geleden. Jan Verhoeken is de belangrijkste Vlaamse architect van deze binnenlandse grens. Maar het idee was natuurlijk lang niet nieuw. De begrenzing van Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de opdeling in 3... gebeurde er eens door IJskes in 35. Ah, ja. Hij had een voorstel. Ik zou dat er ergens in brengen, maar dat zou hem verschieten. Hè, maar dat is nadering. IJskes had een droom ervan. Hij moet België verdelen in 3 houden, was dat al. 1 houden. 3 houden. Ja, Aspenhout. De houden was toen een declamatorische. Like Dietz en al zo'n toer. Mooi woord van die orde. Van die orde van de woorden. En hij zei, de Brusselse gauw, de Waalse gauw en de Vlaamse gauw. En de nette grens. Zeg, een halve eeuw van later, het is nu niet lang geleden, is het BAV-akkoord. Is er een BAV-akkoord gestemd en ondertekend? Ja, dat is een serieus ding. Wat vindt u van dat? Ja, maar dat is een ander verhaal. Hè. Ja, dat is... Vindt u het een goed dat akkoord? Dat is vlak... naar het verleden terug, weer zones maken. Dat was een op bepaalde moment, in die tijd zelfs, een discussie tussen, laten we overhangse zones maken. Ja. En dus wat ze met de BAV-akkoord gedaan hebben, voor mij hebben ze eenvoudige dingen weer gecompliceerd gemaakt. Dat is de specialiteit van sommige mensen, die dan door een soort wetenschap van maken, van een onwetendheid door een soort wetenschap van maken. Als je grenzen niet zuiver en respectabel maakt, wat je in de plaats doet, is conflict maken.